bij het nummer van de Oscars. Eerst een beetje op de sterren van Kruin. Wat is die naam dus? Die naam is Christophe. Oké, drumt u al lang? Ik ben beginnen drummen in het, omdat ik 15 jaar was. Ik ben nu 21 jaar. Dus dat is 6 jaar ongeveer, ja. Oké, en wat wil je nog? En dan is het nog optreden? We hebben regelmatig optreden. Volgende week spelen we in Kortrijk. Bosco Rock. Dat is een festivaletje dat Don Bosco in Kortrijk is georganiseerd. En voor de rest streamen we regelmatig op. Je kunt altijd op onze site bekijken waar je optreden. Dat is wekelijks. Meestal wekelijks zal je optreden. Dus. Okay. Wel straks schema. Denken jullie dat jullie er ook kans maken? Vanavond? Ja. Ik weet het niet, ik heb de andere groep nog niet gezien. Maar ik denk dat de concurrentie wel groot is. Ik heb op voorhand een beetje beluisterd op MySpace. En het is nog een beetje afwachten. Eerst de andere groepen zien en dan kan ik misschien nog mijn oordeel vellen. Maar nu heb ik er echt nog geen idee van. Dus, maar misschien een kleine kans. Ja, dank u. Ja, geen dank. Hallo, ik sta hier bij de zanger van de groep Amoebe uit Schepdaal. Wat is uw naam? Mijn naam is Cedric. Cedric Lemaire. Ja. Een eerst kort vraagje. Wat dacht u toen u in de file stond? Ik dacht, shit, we zijn veel te laat. En dat bleek ook zo te zijn. Ik heb even naar de organisatie gebeld. Om te zeggen, van ja, het gaat echt niet lukken. We staan in Gent en het is 1 uur. En we moesten om 2 uur spelen. En dan begon het te gieten, ongelooflijk. Dus veel te laat hier. Maar het bleek dat alle groepen te laat waren. Dus geen probleem. Buiten de eerste groep. Maar, Wat ik mezelf afvroeg, van waar de naam Amoebe? Wel, eigenlijk... Er kwam er een vriend van ons mee af, toen we iets aan het drinken waren. Vroeger hadden we een Engelstalige naam, maar we zijn in het Nederlands beginnen zingen en we zochten iets Nederlandstalig, iets klein. Amoebe is iets klein. En ook, het heeft ook te maken met de manier van nummers dat we maken. Soms doen we een keer iets traag, soms iets snel. En zoals een amoebe geen vorm heeft, hebben wij ook soms geen vorm. Soms kan het eens een beetje elektronischer gaan, soms rock, van alles. Dus er is geen specifiek genre op ons te plakken. Misschien vandaag bij het optreden wel, maar we zijn geïnteresseerd in alle soorten muziek. Vandaar dat vormeloze amoebe. Wat vind je van het decor? Heb je al eens eerder in een park gespeeld? Of? Nee, het is de eerste keer dat we zoiets doen. En het is echt wel leuk op zo die helling waar het volk staat. En het podium mooi daar naartoe gericht. En echt fijn. Fijne locatie, heel leuke locatie. Ik denk dat de andere jaren het ergens anders was. In het centrum meer van Brugge zeker. Maar ik vind dit echt wel een mooie locatie. Wat vond u van het publiek? Een moeilijk publiek. De punkers en zo, geen probleem. We spelen vroeger ook altijd punk. Maar ik vond het fijn. Echt top reacties gehad tot nu toe toch. Buiten iemand die riep Jeannette, maar kom. dat is waarschijnlijk voor de grap, maar I don't care. Bedankt voor het interview. Ja, succes in het terugwaar. Ja, bedankt en jullie ook. Ik sta hier bij de Mob Stories met een zangeres en een drummer. Ik ga je vragen hoe ze heten. Hoe heeten jullie? Mijn naam is Polle. Hanna. Hoe wil je het meespelen in Brugge? Heel plezant. Het publiek was enthousiast, dus dat is altijd tof. En we hebben zelfs gehad met weer. Ja, het is ons genius. En trainen jullie liever op zo in een park of liever binnen in een zaaltje? Voor mij is het de eerste keer dat ik zo in openlucht speel, maar toch iets of van volk. Meestal spelen we binnen, in zaaltjes. Dit was echt heel plezant. Ik doe dat liever buiten. Zo festivaletjes in de zomer, als het goed weer is. Want als het regent, dan is het regenvallig. Dan doe ik dat wel liever. Oké, en hoe zouden jullie één stijl omschrijven? Booty shaking, funkified madness. Ja. Zo, van alles bij elkaar. Maar het klinkt funky. Dus, allemaal op de dansen.
Is het een voordeel of juist een nadeel om als last op te treden? Ik denk dat dat een voordeel is. Ja. Ook omdat er wel meer volk is dan en zo, hè. Dus, en je hebt ook meer tijd om de andere groepjes te zien en pintje te drinken en dan het podium op. Doen jullie ook mee aan de bekertjesactie? Wat? Vijf bekertjes voor een condoom of zo? Nee, dat heb ik niet aan meer. Mijn vrouw is zwanger, dus Officiat. Ik kan het doen. Oké, bedankt. Succes met je verdere carrière. Oké, bedankt. Dankjewel.